Op College Den Hulster is vandaag het startschot gegeven voor het project I Run To Be Fit. Het uiteindelijke doel van dit project is deelname aan de 5 kilometer van de Venloop. We gaan dus een kick-off van de Run To Be Fit. We gaan dus met z'n allen rondjes rennen als een soort inwijding om te beginnen aan het dat we met de Venloop 5 kilometer met z'n allen gaan rennen. Voor College Den Hulster is het dit jaar de tweede keer dat ze deelnemen aan de Venloop via dit project. 8 weken lang worden de leerlingen getraind om uiteindelijk de finish te halen van de 5 kilometer loop. Een lifestyle-project waarbij we in ieder geval samenwerken met biologie, mentoren en lichamelijke opvoeding. Over het algemeen wordt het heel enthousiast ontvangen. Meer dan 80% van onze leerlingen neemt uiteindelijk ook deel aan de Venloop. Ja, dat is een heel mooi percentage en ik denk ook dat we daarmee een heel belangrijk doel halen. De begeleiding is in handen van Roel Arnoldussen en Ralf Verkoelen, docenten lichamelijke opvoeding. Jongeren hebben eigenlijk minimaal 1 uur per dag beweging nodig, maar dit gebeurt nog te weinig. Door al 2 keer in de week tijdens de gymlessen te gaan hardlopen, wil College Den Hulster de leerlingen fitter krijgen. Over het algemeen hebben wij hele fitte leerlingen en daar hebben we ook niet veel over te klagen. Ik denk ook wel dat de regio hier dat een verschil is met bijvoorbeeld de Randstad. Het kan altijd beter. Hè. Er zijn altijd leerlingen die toch last hebben van overgewicht. Nou ja, hopelijk kunnen we die hier iets mee meegeven waar ze later in hun leven wat aan hebben. Ik sport persoonlijk wel. Ik voetbal natuurlijk. En ja, maar natuurlijk hebben we er allemaal hartstikke veel zin in. En de meeste sporten ook. Maar het is ook sowieso opbouwen naar de 5 kilometer. Het is niet dat je ineens 5 kilometer moet rennen. Klopt. Jij sport er ook nog? Ja. 3 keer per week voetbal. Het is dus de bedoeling dat leerlingen ook buiten de gymlessen om blijven sporten. Om de leerlingen te stimuleren om buiten school ook actief te zijn, heeft de school een schema gemaakt. Het volgen daarvan en het deelnemen aan de Venloop is echter niet verplicht. Ja, ik heb wel vaker meegedaan, maar ik vind het ook leuk, dus ik blijf ook meedoen. Dus ik vind het wel leuk, ja. En jij gaat ook wat vaker meedoen aan de Venloop, is maar 1 keer? Nee, ik ben zo vanaf nu sowieso elke keer met de Venloop meegegaan, dus ik ben in principe al trouw. Maar ik vind het sowieso leuk en doelen verleggen is altijd leuk. En niet iedereen is ook even sportief, maar ik ben er wel van overtuigd dat als iedereen het wil, dat iedereen het ook kan.